Dit programma is mede mogelijk gemaakt door ZLM Verzekeringen. De krabbels worden vroeg in de morgen over de grens gezet. We staan op Belgische aarde voor de vierde dag van de Ster ZLM Tour. En de leider van het stel mag wat extra krabbels zetten. Natuurlijk André Greipel, drager van het geel. En de kleur geel dus, de inzet van vandaag. We mogen wat aanvallen verwachten. Bijvoorbeeld van Moreno Hofland, die we nog net wat geel zien weggooien. De nummer 2 van gisteren. Bijna was het raak. Ja, precies. Het scheelde niet veel, misschien 10 centimeter of zo. Dat gebeurt niet vaak. Ik was een beetje in verwarring met de bogen boven de weg. Er waren een stuk of 3 in de laatste 200 meter. En dacht, was Fiekers nou ook alweer? Maar ja, het zag op de weg en het was net even te laat. Het resultaat is, behalve een mooie tweede plek gisteren, ook een mooie plek in het klassement nu. Is dat iets wat je nu in je achterhoofd hebt of misschien wel in je voorhoofd? Ja, ik denk het zeker weten. Ja, vooral omdat ook de renners om mij heen zijn een beetje aan elkaar gewaagd, denk ik. Er zit geen Gilbert bij of zo. Dus ja, ik denk dat er veel mogelijk is in het klassement. Ik hoop het in ieder geval vast te houden en misschien op te schuiven. Ik ben benieuwd. Je hebt al een geel truitje aan, maar kan die nog geler worden? Ja, het zou zeker kunnen. Is dat de inzet? Is dat een plan? Ja, ik heb natuurlijk ook nog Charlinki, die ook nog kort staat. Dus ja, wij twee worden wel een beetje uitgespeeld in de finale. Ja, en ik ga gewoon binnen zo lang mogelijk bij Greipel te blijven. En met andere concurrenten. En gewoon tot de laatste klim wachten. Geduld is de sleutel die tot geel moet leiden. De koninginnenrit door het Ardense woud. 187 kilometer lang, selectief genoeg om de boel op zijn kop te zetten. Maar is hij ook selectief genoeg om deze man uit de trui te krijgen? André Greipel, sprintkanon. Dokkert van overwinning naar overwinning en is voorlopig niet te houden in deze vijfdaagse. Dit zijn de vijf gelukszoekers van deze zaterdag. Jochem Hoekstra, Rob Peters, die met de bergtrui aan de haal zal gaan. Frederik Veugelen, Kees Bol, namens Iam zien we Tom De Jean. En deze Scott Tweets maakt de kopgroep compleet. En zij rijden, net als het peloton, tot 4 keer toe over deze stuwdam, La Gileppe. Mooi verscholen in het hart van de Ardennen is het eindstation ook van vandaag. De finish na een klimmetje van ruim 1 kilometer. De kopgroep maakt vaart, ruim 90 per uur, dat haal je met gemak hier. En hier kijk, een Duits onderrondje. Greipel met Kittel, de geplaagde Kittel die deze dag wel goed door zou komen en zich morgen, wie weet, dus nog eens in de sprint gaat mengen. Iedere liefhebber vreest deze heerlijke smeerlap, de Redoute. En als de groep vooraan kromgebogen over het stuur hangt, is de voorsprong al grotendeels geslonken. Deze Ster ZLM Tour, geen erkende specialisten zoals Gilbert of Boom in het verleden. Dat biedt dus kansen voor hem. Moreno Hofland, zijn achterstand in het klassement is 21 tellen. Lotto Jumbo controleert deze finale, slokt de restanten vooraan op. Iedere uitvalspoging daarna strandt ook, want de gele brigade heeft een plan. Hofland naar de streep brengen. Zo kruipt nog een grote groep voor de laatste keer de stuwdam op. Een sprint van een grote groep en wie is er dan als eerste boven? Kijk, jawel, onderin kruipt Hofland het beeld in. Het plan werkt, de armen in de lucht, zijn tweede zege van dit seizoen. Moreno Hofland is de naam, Roosendaal staat in zijn paspoort. Schenkt de Lotto Jumbo ploeg de zege die daar ook wel weer aan toe was. Ja, ik denk best een goede Giro. Een mooie overwinning hier zo, best lastig parcours, is wel een hoogtepuntje voor mij. Ja. Ja, ik wist dat ik sterk was, ik ben best wel goed uit de Giro gekomen. Maar het is echt een lastige aankomst en best wel een goede renners gewonnen. Ja, ze had even afwachten hoe de koers loopt. En we hebben gewoon in de finale de koers in handen genomen met de ploeg. Ik heb het mooi af kunnen maken. Lampaard, Wuitens en de Buscheren in het spoor van Hofland op de stuwdam. Greipel tiende, hoeft maar 1 tel toe te geven en behoudt het geel dus. De Duitser met de beste papieren voor de eindzege. Terug naar Brabant. Nog 1 rit, eind over Bokstel. En dat wordt er hoe dan ook 1 voor een sprinter.